Zijn we klaar voor? Dank jullie wel. Het is een feestje om in Groningen te zijn. Welkom allemaal als je thuis zit te kijken. We zijn vandaag de hele dag in Groningen. We zenden uit vanuit het kantoor van Voice. We spreken een stuk of 10 ondernemers, onderneemsters uit Groningen. Mooie voorbeelden al gehad vandaag. En ik hoop dat Jan Hendricks het volgende mooie verhaal is. InnoCore is het bedrijf waar je van bent. Wat doen jullie? Wij hebben een technologie ontwikkeld op basis van polymeren, plastic, waarmee geneesmiddelen langer werkzaam zijn. Dus dat je met één injectie van een geneesmiddel weken tot maanden effectiviteit hebt, waar je zonder onze technologie dat misschien maar een dag of een halve week zou hebben. En hoe ver in de ontwikkeling zijn jullie? Is het al op de markt? Ja, er is één product in de markt waar onze technologie in zit. En er zullen er nog vele volgen, is ons idee. Ja, maar dat duurt heel lang met geneesmiddelen. Voordat een geneesmiddel op de markt komt, dat kan zo 10, 15 jaar duren. Waarbij trouwens de meerderheid mislukt. Dat is ook de realiteit van geneesmiddelontwikkeling. Dat meer dan 99% sneuvelt ergens in het traject. Dat geldt niet zozeer voor onze technologie, maar wel voor het geneesmiddel wat in de technologie zit, zeg maar. Henke, kun je daar eens over vertellen hoe zo'n proces naar dit product toe gaat, zeg maar? Ik bedoel, de andere ondernemers die wij spreken, vaak is het software. Ik had een probleem. Ik dacht, daar is een oplossing voor. Ik bouw een tool en we gaan volgende week uitproberen. Ja. Dat is hoeveel bedrijven in de softwarewereld werken. Jouw wereld is een hele andere. Ja, dat duurt in ieder geval veel langer. Plus dat wij ook in een partnership met innoverende farmaceutische bedrijven werken. Nou, laat ik een voorbeeld geven van de meest geavanceerde samenwerking die we hebben. Het is een Amerikaans bedrijf, Allergan. Heeft een geneesmiddel ontwikkeld waarmee, dat wordt een beetje moeilijk nu misschien, maculadegeneratie behandeld kan worden. Dat is een verouderingsziekte van het oog. Komt heel veel voor, leidt tot blindheid uiteindelijk. Sinds een jaar of 7, 8 zijn daar geneesmiddelen voor ontwikkeld. Die moeten oogarts iedere 4 weken in het oog prikken. Nou, ik zie jullie al een beetje kijken. Moet dat? Ja, dat moet. En dat moet dan iedere 4 weken. Maar dat is ook de enige remedie om dat ziektebeeld te stoppen. Er is zeer veel behoefte aan om die injectiefrequentie te reduceren. En dat kan dus met onze technologie. Dus Allergan, dat bedrijf, is op zoek gegaan naar een partij in de markt die dat zou kunnen. Hij heeft 18 verschillende technologieën getest. Zo ook onze technologie. We zijn 2 jaar met onderzoek bezig geweest. Waarbij we het bewijs hebben geleverd dat wij dat zouden kunnen, theoretisch in ieder geval zouden kunnen. Waarbij ze uiteindelijk een licentie hebben genomen op de technologie, want dat is het businessmodel waarmee we werken. En nu zijn we echt in een ontwikkelingstraject terechtgekomen, waarbij hopelijk over een jaar of 6, 7 dat geneesmiddel op de markt komt. Waarmee wij hebben bewerkstelligd dat er nog maar 2 keer per jaar geïnjecteerd hoeft te worden. Met alle voordelen van dit. Maar dit is ook een voorbeeld van de enorm lange doorlooptijd. Want ik zag op de tijdlijn op jullie website dat die license deal, dat jullie die al in 2013... Ja, die is eind 2013 gesloten. Ja, en dan ben je nu nog steeds, weet je wel, dit is het oog als gebied om geneesmiddelen in te injecteren. Is het moeilijkste gebied wat er bestaat. Ja. Het is heel gevoelig voor bacteriën, heel gevoelig voor allerlei andere ingewikkelde dingen. Dus je moet ultra schoon kunnen werken. Plus dat ook het polymeer wat wij mee injecteren dan, ook eigenlijk na een bepaalde tijd uit het oog moet. Nou, dat was moeilijk. Dat is wel gelukt uiteindelijk. Dat is een redelijk huzare stukje wat we daar gedaan hebben. Maar dan ben je wel 2 jaar verder. Ja. En dan moet het eerste onderzoek met patiënten, dus met mensen, nog gaan beginnen. Hey, waarom duurt het zo lang? Of kan het ook korter? Moet het zo lang duren? Nou, dit is niet heel eenvoudig. Wat überhaupt geneesmiddelontwikkeling is een ingewikkeld multidisciplinair traject. Maar wat er de afgelopen decennia gebeurd is dat overheden, de samenleving, hebben gezegd: oké, wij willen wel beschermd worden tegen verkeerde geneesmiddelen. Ja. Dus dat er allerlei regels zijn waar een ontwikkelingstraject van een geneesmiddel aan moet voldoen. Dus dat begint in een reageerbuis, dan proefdieren, gezonde proefpersonen, patiënten. Ja, dan ben je 12, 15 jaar verder. Ja. Dus dat zijn de regels die samenlevingen zelf, terecht trouwens, denk ik,
opgesteld hebben om geen prut of geen gevaarlijke geneesmiddelen. Nee, ik snap dat het daar vandaan komt. Maar jij vindt dit ook wel een logische keuze die we met z'n allen. Ja, er zijn in het verleden heel veel verkeerde geneesmiddelen uiteindelijk op de markt gekomen met allerlei calamiteiten van dien. En nog steeds gebeurt dat, hè, dat na alle zorgvuldige onderzoeken die gedaan zijn, dat toch na een aantal jaren een geneesmiddel weer van de markt gehaald moet worden, omdat er toch bijwerkingen optreden die niet voorzien waren. Maar wat betekent dat voor een bedrijf? Want het betekent ook iets voor het geld wat je moet hebben om de ontwikkeling te doen, voor de periode die je moet overbruggen. Ja, exact. Dus je hebt hele geduldige aandeelhouders nodig die snappen dat dit heel lang kan gaan duren voordat je successen kunt vieren. Dus die moeten van tevoren weten waar ze aan beginnen. Ja. Ja. Maar goed, dan is het duurt lang. Hoog risico, maar als je dan beet hebt, dan is het ook echt beet. Ja. Dus dat is dan de reward die er dan ook voor de samenleving in zit, maar ook voor bedrijven en aandeelhouders en medewerkers van bedrijven. Ja, het is ook echt hardcore innovatie, hè? In zo'n team wat je doet. Ja. Dat is multidisciplinair. Er zitten waarschijnlijk mensen met allerlei competenties in, van scheikundigen tot microbiologen tot... Wat ik net al zei, ik heb het woord polymeer gebruikt. Dat is chemie, dus we hebben heel veel chemici aan boord. Polymeerchemici, ook analytisch chemici die analyses kunnen doen van veel farmaceuten, biologen, analisten. En dat is dan nog wat wij hebben. Als je dat dan nog uitsmeert zeg maar, over wat farmaceutische bedrijven zelf aan boord hebben, daar zit nog veel meer medische kennis, statistische kennis. dus dat gaat nog veel verder dan dat. En vertel eens, je hebt al die verschillende deskundigheden. Maar hoe begint een traject als dit? Begint dat ook met een idee? Uiteindelijk is het een patent of een concept vanuit de Universiteit van Groningen geweest. Wat we hebben. Dat is een hele sterke groep polymeerchemie geweest en 20 jaar geleden. Überhaupt chemie in Groningen. Nobelprijswinnaar 2 jaar geleden. Chemie in Groningen is wel iets, zullen we maar zeggen. Dus daar is het begonnen. Vanuit echt fundamentele kennis van de polymeerchemie. Bij iemand die dacht van oké, als ik nou dit soort modificaties in een polymeer in kan brengen, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat ik daar een bijzondere soort geneesmiddelen, biologische geneesmiddelen, mee kan inpakken en de werkingsduur daarvan kan gaan verlengen. Zo is het begonnen. Ja. Het is eigenlijk niet eens zozeer begonnen met geneesmiddelen, maar meer begonnen, dan wordt het misschien nog iets ingewikkelder, als een coating op een cardiovasculaire stent. Dus als je een hartaanval krijgt, dan wordt de cardioloog die blaast dan dat bloedvat op wat dichtgeslipt is. Daar wordt sinds enkele tientallen jaren een stent achtergelaten, een buisje. En sinds de jaren 15 worden die buisjes voorzien van een laagje, een coating, een polymeercoating, waar ook langzaam geneesmiddelen uitlopen om het bloed dunner te houden daar en ook om te zorgen dat de boel niet meteen weer dichtloopt. Daar is de technologie aanvankelijk voor ontwikkeld. Men dacht toen dat de tijdsduur die je nodig had om zo'n product op de markt te krijgen, dat sneller zou kunnen gaan dan een geneesmiddel. Bleek niet helemaal het geval te zijn, maar toevallig ook in 2013... is het eerste product ook vanuit die stent-technologie op de markt gekomen. Maar wat er in 2006 al gebeurd is, daar hebben ze in 2004 opgericht, is dat die toepassing uitgelicenseerd is aan een Amerikaans bedrijf. En daarmee eigenlijk alles wat het bedrijf had ook verdween. Ja. En toen is er een paar jaar op subsidiegeld geprobeerd om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Dat is een beetje zigzaggend gegaan. En een aantal jaar geleden hebben we echt de lijn ingezet van oké, we gaan ons helemaal richten op een bepaald soort geneesmiddelen. De biologicals, dus eiwitten, peptide geneesmiddelen, waar geen goede alternatieve toepassingen voor zijn of technologieën voor beschikbaar zijn. En die van ons die past daar als een jas overheen. Ja. Dus daar hebben we een hele mooie niche. Het is niet eens meer. Het verhaal wat je vertelt is ook wel een aardig bruggetje naar iets anders wat ik op je cv zag staan. Dat je investment manager bent van PharmaConnect Capital, en dat is een initiatief van de provincie hier in Groningen en van het ziekenhuis, het UMCG en de NOM, ik weet niet wat dat is. De NOM, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Oké, om farmaceutische start-ups te funden. Ja. Dat lijkt me fascinerend. Dat is erg leuk. Ja, ja. Heel erg leuk. Gebeurt er veel op dat gebied hier? Ja. Er is, je zei natuurlijk al, de universiteit is sterk, de research. Ja, er zijn een aantal hele goede chemie, farmacie is ook sterk. Dus waar heel veel start-ups ontstaan, dus ideeën voor start-ups, UMCG ook trouwens. Waarbij er eigenlijk een hele goede infrastructuur ook is neergelegd al, met name vanuit UMCG. Dus rondom het ziekenhuis, maar ook rondom
de campus aan de noordkant van de stad, de Zijneke campus, waar flexibele laboratoria gecreëerd zijn, hè, waar mensen gewoon een aantal maanden of een aantal jaren iets kunnen huren, volledig ingericht met alle reagentia aanwezig, et cetera. Of kantoortjes. Dus die infrastructuur die staat er, dat is heel sterk. Waarbij trouwens nu net schijnt er een of ander onderzoek gedaan te zijn uit allerlei campussen uit Nederland, waarbij Groningen op nummer 1 geëindigd is. Dus voor Amsterdam, voor Leiden, voor Delft, et cetera. Maar wat er nog miste was een financieringsvehikel, dus om die bedrijven wat voor criteria moeten die start-ups voldoen? Bij jullie, dit is specifiek een farmaceutische focus even, dus het moet over pharma gaan. Ja. Het moet Groningen zijn. Nee, het moet Noord-Nederland zijn. Groningen, ja. Friesland, Drenthe. Dat zijn eigenlijk de enige criteria. Hey, maar, en uiteindelijk kijken we natuurlijk heel sterk naar de kwaliteit van het idee. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Dus maar het ingewikkelde dus, en die lange tijdspanne die nodig is voor dingen, dat speelt hier ook een rol in. Ja, maar dan, kijk, wat de rol die wij hebben is het opstarten mogelijk maken. En dat kun je funding geven voor een jaar, 2 jaar. En daarna moet er vervolgfinanciering komen. Ja. Ja, dus je hebt 2 jaar dan om aan te tonen dat je onderzoek goed genoeg is om een volgende stap te zetten, gemiddeld, ja, zoiets. Ja, ja. Ja, ja, ja. Als je dat nou vergelijkt met, we zitten hier ook in Groningen omdat hier gewoon ontzettend veel gebeurt op start-up gebied. En wij zitten meestal wat meer in de digitale wereld. Als je dat vergelijkt, dat ecosysteem wat hier is, met bijvoorbeeld die farmaceutische start-ups, wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten? Hoe bedoel je welk ecosysteem? Nou, wij zitten hier heel erg in de digitale innovatie, vaak platformen, digitale toepassingen. Mm-hmm. Dat is toch heel wat anders dan de farmaceutische. Ja, want die hebben echt fysieke ruimte nodig. Hè? Dus laboratoria, wat ik net al zei. Dus veel fundamenteler onderzoek. Je hebt te maken met andere soorten mensen ook, denk ik eerlijk gezegd. Hè? Dus andere soort ondernemers, andere onderzoekers. En de adem moet langer zijn, maar daar hebben we het al over gehad. Ja. Ja. Maar digitaal heeft natuurlijk niet per se een fysieke ruimte nodig. Ja, je moet natuurlijk ergens je laptop neer kunnen zetten. Maar dit gaat echt over ruimtes met zuurkasten, met nee, we zitten hier bij Voice en we gingen net wat eten met Mark, de oprichter van Voice. En die wees nog op een kamertje ergens op 3 hoog waar Voice begonnen was. Dat was namelijk zijn een studeerkamer waar hij waarschijnlijk achter zijn laptop bedacht van, goh, laat ik eens iets met bedrijfstelefonie gaan doen. Ja. Dus wel echt wel anders dan hoe het werkt in de farmacie. Ja, je hebt meteen vrij dure infrastructuur nodig als je met geneesmiddelen iets wil doen. Ja. Ja, super. Nou, wel fascinerend. Ik zou nog wel eens wat dieper de volgende keer willen duiken in wat voor start-ups daar nou uit voortkomen uit zo'n subsidieprogramma. Kun je misschien nog even we staan echt aan de vooravond van de eerste investering die we gaan doen. Wat een heel groot probleem voor alle samenleving is resistentieontwikkeling van antibiotica. Dus dat antibiotica niet meer werken tegen bepaalde bacteriën omdat die ongevoelig geworden zijn voor antibiotica. Er is een chemische start-up nu die modificaties in bekende structuren van antibiotica kan aanbrengen, waardoor die resistentieontwikkeling, is theorie dan, het moet allemaal nog blijken, die resistentieontwikkeling minder gaat plaatsvinden, waarbij de werkzaamheid van die antibiotica omhoog gaat. Nou, dat is natuurlijk erg mooi initiatief, maatschappelijk zeer relevant. Klinkt veelbelovend. Ja, dat kan mensenlevens gaan redden. Dus daar gaan we nu, we zijn op een haarna klaar. Om daar dus in te gaan investeren, om ze dus een fase verder te helpen. Ja, mooi. Maar goed, Enocor is ook een voorbeeld van een start-up, hoewel het in 2004 opgericht is. Nog steeds ook, heeft alle elementen ook nog wel van een start-up, ook de omvang nog wel van een start-up. Ja. En heeft vorig jaar de Groningen Ondernemingsprijs gewonnen. Wou ik nog even zeggen. Ja, mooi, terecht. Waarvan akte. Ja. Zo is het. Hey. Hartstikke bedankt. Ja, ontzettend bedankt. Ja, jullie bedankt voor het kijken. Wacht even, dan kan je zo direct even loskoppelen. Je mag niet zomaar weglopen, anders loop je met de microfoon weg. bedankt voor het kijken. Als je live kijkt, blijf kijken. Want straks spreken we nog twee Groningse ondernemers. En we bedanken zoals altijd Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. Bier & Co voor de biertjes. Vandaag is Baks bier met, ik drink de hele avond,
kon minder wit. Ja, Spekeldrink Bavaria 0,0%. Zo, goed hè? Ja, ja, ik ben heel trots op je. Jij drinkt water. Maar goed, ik ben de enige die hier gesponsord wordt, dus dat is mooi. Dank daarvoor en natuurlijk Voice voor de gastvrijheid. Tot zo direct. Dag.